Breda Nu. Je weet het meteen. In de krant Jeder was er een bijeenkomst van de Oranjeboom. Hierbij kwamen twee gastsprekers en werd het nieuwe jaarboek onthuld en uitgedeeld. Nou, de Oranjeboom is opgericht in 1948 en is bezig met het neerleggen van de geschiedenis van de baronie van Breda. Vandaag dan in de krant Theater Boekhandel in het Bredaanse. Maar zo zijn we ook voor allerlei gemeenten in de buurt bezig om de geschiedenis neer te leggen. Dit jaar zijn we bezig met ondernemers in de 19e en de 20e eeuw. En dat is dit jaar een thema. Een paar jaar geleden waren we bij Hotel Nassau op bezoek. En toen ging het eigenlijk over de Nieuwstraat en de panden. Dus een deel van het jaarboek zit rond dat thema. En voor de rest kennen we ook nog andere bijdragen aan die bundel met allerlei andere verhalen. Wat staat er nog in de planning vanavond? Nou, vanavond er staan ook weer die ondernemers in de spotlight. Dus we hebben maar liefst twee hoogleraren uitgenodigd om daar hun licht op te laten schijnen. We hebben Ben Wups van de Erasmus Universiteit, die is daar is hoogleraar International Business History, zoals dat heet. Dus hij doet onderzoek naar multinationals in het verleden. En de tweede lezing dat is van Paul Klep, dat is ook een Bredana van origine, maar hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En die zal een verhaal houden over de politieke activiteiten van ondernemers. Zo, wat staat er nog meer op de planning na deze avond voor de Oranjeboom? Het eerstkomende gaat weer worden de algemene ledenvergadering. We hebben inmiddels een datum, dat wordt 12 juni. En daarnaast zijn we ook altijd bezig met het organiseren van lezingen en excursies. En we zijn ook met wat nieuwe projecten ook bezig, over binnenkort wel meer. Oké, daar wilt u nog niks over verklappen. Het is een aprilstadium, maar wat wij gewoon zien is dat onze eigen huidige leden ook wat ouder aan het worden zijn. En we zijn ook aan het kijken hoe we een jongere doelgroep kunnen gaan benaderen. Dus daar zien wij hele leuke dingen in het verschiet. Breda Nu. Je weet het meteen.